Zo, nou heeft hij weer een plekje gevonden. Ja, nou, die hebben we gezien. Ja, dat is helemaal goed toch? Ja. En zitten jullie goed? Ja. Ja. Mooi, jas, goed, goed. Nou, mijn naam is August, aangenaam. Hallo. Hallo. Ja, August is zijn naam. August, August. En die aapje op mijn rechter schouder, dat is Aagje. En het leuke van Aagje... Oh nee, toch? Aagje. Aagje. Heb je iemand binnen toevallig een klein aapje gezien? Niemand? Roep alles even mee, SVP, want dan kunnen we beginnen. Aagje. Aagje. Oh, misschien moet ik het heel even uitleggen. Dit hier. Dit is een poppenkast. En zoals jullie zien zijn de gordijntjes nog dicht. Dat komt omdat we nog niet begonnen zijn. Ja, maar je moet Aagje nog zoeken. Ja, en zonder Aagje kunnen we ook niet beginnen. Dat is een beetje het vaste. Een poppenkast is weer net wat anders dan televisie kijken. Want bij de televisie kun je lekker zitten. Ja. Lekker kijken. Maar bij een poppenkast, dat moet je altijd doen. En dat heet, zoals wij poppenspelers dat doen met een mooi woord. Meedoen. Helemaal goed. Ja. Dus wat ik ga doen, ik tel tot drie. En dan roepen we samen met z'n allen tegelijkertijd in koor. Aagje. Zo weer met een aapje. Goed. Dan gaan we 1, 2, 3. Aagje. Kijk even onder je bank, snel. Of misschien in je mouw. Of misschien in je tas. Het is nogal een nieuwsgierig aapje. Oh, niet. Nee, oh, wat? De poppenkast, PVD, blijven jullie hier, zie ik jullie daar. Ja, eigenlijk zien jullie mij daar. Nou ja, je hoeft je geen zorgen te maken, het komt altijd goed. Goed? Ja. Goed, 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 goed dan. Daar gaan we. Oh, Aagje, Aagje. Ach, waar zit je nou toch weer? Jullie zitten er nog? Ja! Oh, gelukkig. Eens even kijken, dan zoek ik jullie even op. Ja! Hey! Nou, voordat we beginnen, gordijntjes openen. Hey, ik heb best een hand. Ja, hup! Hup! Wacht even hoor. 1, 2, 3. Hey, ja. Oh, wow! dat werkt niet. Wacht eens. Ja, jullie kunnen hartstikke hard roepen, maar kunnen jullie ook niet een beetje hard blazen? Ja? Dat tel ik tot drie. En dan gaan jullie niet een beetje hard blazen. Goed? 1, 2, 3. Blazen, harder en volle verlangen. Heel goed, blazen. Ja, oh, iets beter. En blazen. Ja. Blaas nog eens. Jahoe, laat het reuzen en zeuzen. Wie blaast mij tot boven de huizen? De boer van de wind. Werk aan de winkel, ik moet mijn aapje zien te vinden. Aagje, en de ginder op het dak van de bakkerij. Ik kan het vanaf hier zien zitten, wat een nieuwsgierig ding. Wie, wat, waar, het aapje. Je zoekt toch een aapje? Ja, maar wie zei dat? Jij zei dat. Oh, hé, dag vrouwtje, de hoog in de lucht. Sorry, ik heb nu geen tijd voor uw verhaal, ziet u. Ik ben op zoek naar mijn aapje. Oké, we gaan iets anders proberen. Ik tel zometeen tot drie en dan roepen wij met z'n allen tegelijkertijd in koor aagje. Dan komt het vast. Goed. En 1 en 2. Een ballonnetje. Huh? Oh! Dag vrouwtje, u bent er al. Een wandertje aan een touwtje. Ja, zo trek je het wel aan. Wacht eens, op het dak van de bakkerij zei u. Sorry, ik moet nu echt gaan. Aagje, Aagje. Ach, daar is het vast alweer vandaan. Nou ja, ik blijf hier wel staan. Ballonnen. Een mooie ballonnen. Ballonnen in
alle kleuren. Aan een draadje. Naar de zon. Ja, dag meneer. Echt iets voor u. Een ballon. U houdt me zeker van de gaten, jonge dame. Zeg kinderen, zo'n ballonnetje, dat is toch kinderspel? En ja, toch? Ja. Ja, ik ga niet voor schut lopen met een ballonnetje. Oh, u bent vergeten hoe dat het voelde. Om een ballon te kopen? Nee, om zo blij als een kind te zijn. U krijgt ze zo, voor niks. Is dat niet fijn? Vlieg op eens, ik doe nooit iets voor niks. Wie dat wel doet, is gek. Ha. Wat maakt u dan de kinderen blij? U krijgt ze zo, met een touwtje erbij. Ach, ga toch weg, mens. Ik heb niet eens kinderen. Sterker nog, ik heb niet eens een vrouw. Dus die vliegen gaat niet op mij opschrijven met een ballon. Een ballon, een ballon. Nou ja, een ballonnen. Mooie ballonnen. Ach, u misschien, mevrouw. U mag zelf een kleur kiezen. Voor mij, ach, doe toch niet zo mal. Ik ga nog niet voor schut lopen met een ballonnetje. Dat past toch helemaal niet bij een deftige dame? Zo, wat denken jullie? Past dat bij mij zo'n ballonnetje? Jawel, bij jou! Jawel? Oh, nou dan ben ik niet met jullie eens. U oordeelt als een blinde oogkleur. Past vooral niet bij haar humeur. Ah, ga toch weg, vrouwtje. Ik heb haast. Oh, ik moet vlug naar mijn auto. Straks krijg ik nog een bekeuring. Ballonnen! Mooie ballonnen! Oh, ik zie ze allemaal. Ze komen en ze gaan. En wie niet weg is, is gezien. Dus ik blijf staan. Sjoe. Oh, hé daar! Wat ben jij een lief beestje? Wee. Zeg, kom je ook op mijn ballonnenfeestje? Oh, wacht eens. Jij moet naar je baasje. Hij zoekt je. Hup, haastje. Oh, wacht. Ik tel tot drie en dan roepen wij samen August. Daar gaan we. 1, 2, 3. August! August? Ja, pas nou op met je scherpe nagels, dadelijk maken ze nog stuk. Oh, aapje. Aapje? Zie jij die gele? Die brengt vast geluk. Ja, die heb ik voor August geblazen. Hij hoopt jouw vlucht te vinden. Oh, aapje, kom hier en draai je om. Dan zal ik hem aan je staartje binden. Ja, kom maar. Zo, daar gaan we. Halt, stop, politie. Hila, niet weggaan. En wie niet weg is, is gezien. Je kan beter blijven staan. Aapje, kom eens. Aapje. Tatu, tatu. In naam der wet, hier spreekt de politie. Dit gaat mij boven. De pet. Zeg, hier stond er net nog een vrouwtje met ballonnen, of niet zo? Ja! Ja? Welke kant ging ze op? Denk dat? Ja, ja! Oké, bedankt. Eens even kijken. Jonge dame, hallo! Jonge dame. Jonge dame. Wat zeg je? Oh, zeg bedankt voor jullie. De politiejasje! Oh, ja, zeg bedankt voor jullie hulp. Ja, dat zie ik! Oh, 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 oh. Oh, jonge dame, jonge dame, kom eens heel gauw hier. Hallo, jonge dame, hallo. Wat? Alle doen, alsjeblieft, dat geldt. Kiest u maar een mooie, een blauwe of liever een rode. Wat? Probeert u nou een agent op te schrijven met een ballonnetje? Ik zou moeten bekeuren, weet u dat? Ach, 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 agent. Ik doe het helemaal niet om geld te verdienen. Ik doe het juist om de mensen een plezier te doen. Om me heen zie ik zoveel mensen met gemopper. En verdriet, een ballonnetje kan vast helpen. Dacht u niet? Ha, niks meer te maken! U staat hier in de weg met die ballonnen. Ik ga eens even mijn boekje pakken, mijn tas. Waar is mijn... Oh, hop. Oh, oh, oh. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ha, mijn tijd zit erop. Kinderen, zeg kinderen, zitten jullie daar nog? Ja! Kinderen? Welke kinderen? Ik zie helemaal geen kinderen. Ja, u ziet alleen wat u wilt zien. Zeg, zouden jullie nog eens willen blazen zoals in het begin? Oh ja, blaas maar. Ja, harder en voller die waren. En blazen. Niet spetteren. En blazen. Hoi, als ik tenminste mijn boekje kan vasthouden, want het begint vreselijk aan te waaien. Jahoe, hoe zie je? En waar de ballonnen gaan, ga ik mee. Schiet mij, Malk. Daar gaat ze. Met mijn rol. De lucht in. Halt, stop. Dat gaat zomaar niet, vrouwtje. Te laat, agent. U bent te laat. Ik zweef al boven de daken. Woo!
het is zo koud. Oeh, en klam. En guur. Oh, zo guur. Ha, ha. Tjus. Oh, ik schrik met apenzuur. Is er nou een ballonnetje geklapt? Ha, ha, tjus. Oh, kijk nou toch. Gezondheid, aapje. Dankjewel. Jij kan praten. Jij kan praten. Zeg. Apen niet na. Ik aap je niet na. Dat doe je wel. Dat doe ik niet. Nee, nu niet. Nee, nu niet. Zeg, je bent een snotaap. Ha, zo. Je hebt kou gevat van die gure wind. Het spijt me, aapje. Dat ballonnetje had jou terug naar August moeten brengen. Ach, je moet snel naar beneden. Jij moet naar beneden. Oh, kijk daar. De deftige dame. De bolle wangen wint naar mijn hoed met zich mee. Nu rent ze rondjes over het vleen. En daar, die mopperende man met zeepje geen. Ik probeer haar nu te helpen. Hartverwarmend. Ach, heerlijk zo zweven op de wind. Ach. Ach, voel je dat? De wind is weer gaan liggen. Ach nee toch? Oh, oh, oh. Oh nee, al die takken. En dadelijk gaan mijn ballonnetjes ook nog stuk. Hallo, hallo. Ach, ik hoop toch niet dat ik de rest van mijn leven aan de willigje moet blijven hangen. Ach je. Dat schiet ook niet. Hé, hey, jullie ook hier? Dat is ook toevallig. Hebben jullie toevallig mijn aapje nog gezien? Ja! Echt waar? Ik ook! Jij ook? Hallo, hallo! Wat? Oh, hé! Hey, dat vrouwtje, hè? Hangt u nou in de boom? Ik ben nog steeds op zoek naar mijn aapje, ziet u? Zeg! Ik ga niet voor mijn lol! Ik kan wel wat hulp gebruiken! Wacht eens. Misschien zouden jullie nog een laatste keer kunnen helpen. Dan tel ik tot drie en roepen we samen aapje. Daar gaan we. 1, 2, 3. Aapje! Zeg! Ik hoop je toch niet mijn 80ste verjaardag te vieren? Wacht eens. Vooruit, aapje. Klim die boom in en help dat aardige vrouwtje maar eens een handje. Of nee, help me maar een tandje. Oh, voorzichtig! Voorzichtig! Dan maken ze nog stuk! Nou ja, wat moet dat mot, hè? Beter dan wel een paar ketmot. Bang! 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 Dag, vrouwtje. Dag August. Sorry voor de ballonnetjes. Ach jongen, het is niks. Oh. Nou, ik moest maar weer eens gaan, hè. Ik heb nog een hoop nieuwe ballonnetjes te vullen. Maar waar gaat het dan heen? Oh, geen idee. En waar de ballonnen gaan, ga ik mee. Maar wat dacht u dan van dit pleintje? Oh, de mensen zijn hier altijd vrolijk en dol op ballonnen. Ach, ik zal het onthouden. Oh, August. Ja, dat aapje heeft nog een verrassing van mij. Voor jou! Oh, bedankt. Nee, ik moet jou juist bedanken. Bedankt, August. Oh, bedankt, kinderen. Dag. Ja. En bedankt, lief aapje. Dag, vrouwtje. Kom op, aapje. Wij gaan ons pleintje ook maar weer eens tegemoet. We hebben nog een hoop verhalen te verzamelen. Zo. Hé, kom eens. Wat heb jij nou aan je staartje hangen? Hé, is dat een ballonnetje? Een gele, dat is mijn lievelingskleur. Wat jij dat nou weer? Hé, blijf eens staan. Ik heb misschien wel een leuk ideetje. Aha. Op een pleintje staat een vrouwtje met ballonnetjes aan een touwtje. Dat vrouwtje lacht zo vrolijk tegen jou en tegen mij. Pak een ballonnetje, alle kleuren zijn erbij. Zo'n ballonnetje maakt de mensen zo blij. En daarom krijg jij dit ballonnetje.